Eerste bijvoorbeeld is Arnoud. Dan weet ik, ik ga iets moeten doen. Goedenavond. Ik moest hier zijn van mijn vrouw. Goedenavond. Ik ga het met jullie hebben over relaties. Ik geef een workshop over liefde, relaties, mannen en vrouwen. Speciaal bedoeld voor koppels. Vandaar dat ik de vraag stel, wie van jullie heeft op dit moment een serieuze relatie? Ja, het is weer van hetzelfde. Oké, maar ik ga toch maar beginnen. Ik ga het met jullie hebben over relaties, mannen en vrouwen. Ik ga langzaam opbouwen. Ik ga beginnen met het simpelste dat er is. En dat zijn de emoties van de man. We beginnen eenvoudig. Dat staat hier weergegeven. Wat staat er hier? Als zij blij is, moet hij blij zijn. Als zij kwaad is, moet hij ook kwaad zijn. Dat is het. Meer valt er niet te vertellen over de emoties van de man. Let op, die pijl staat maar in één richting, hè? Want als hij blij is en zij kwaad, het zal niet lang duren, hoor. Nu, we kunnen eigenlijk al iets belangrijks besluiten. We moeten eigenlijk alleen maar rekening houden met de gevoelens van de vrouw. En dan stelt zich de vraag uiteraard, maar hoe kan ik nu weten in welke emotionele status mijn vrouw zich bevindt? Want ze gaat mij niet zeggen. Ik moet dat aanvoelen. Allee, Arnoud, wat voelde nu? Honger? Nee, is geen goed antwoord. Hoe kun je dat weten? Wel, ik heb daarvoor een methode ontwikkeld. En dat is Arnouds voornaammethode. Waar komt dat op neer? Gewoon de manier waarop dat ze uw naam uitspreekt, met de nodige intonatie, kunt je afleiden in welke emotionele status ze zich bevindt. Ik heb hier 4 voorbeelden meegepakt. Het eerste, bijvoorbeeld, is Arnoud. Dan weet ik, ik ga iets moeten doen. Het tweede, dat is Arnoud. Dat weet ik, ze gaat iets vragen. Maar ik ga ook iets moeten doen. En het derde, dat is Arnoud. Dat weet ik, ik heb weer iets gedaan. En het vierde vermeld ik er graag bij. Dat gaat ongeveer zo. Oh, Arnoud. Oh. Dat weet ik niet meer, dat is veel te lang geleden dat dat nog gebeurt. Dank u. Maar we hebben eigenlijk al veel bijgeleerd. We weten, we moeten alleen maar rekening houden met de gevoelens van de vrouw. En elke emotie van de vrouw resulteert in een activiteit bij de man. Nu moet je even opletten. Want mijn vrouw kan mijn naam zeggen op 50 verschillende manieren, telkens met een andere emotie. En telkens moet ik iets doen. Bestaat dan niet de kans dat ik ooit eens iets verkeerd doe? Uiteraard. Ik heb dat grafisch hier weergegeven. Wat staat hier? Dat is Arnouds verkeerd doen curve. Dus wat heb je hier? De tijd. Een curve die stijgt. En hier heb je de VD op de verticale as van verkeerd doen. En je ziet, er zijn hier 2 voorname punten. Het eerste punt is het punt H. Het huwelijk. Vanaf dan begint die curve exponentieel te stijgen. Voor de dames, exponentieel is heel veel. Je wilt dan helpen en dan appreciëren ze het precies weer al. En het tweede punt is K,
van kinderen. En je ziet, vanaf dan kunnen gewoon niks meer goed doen. Maar het is niet altijd gemakkelijk van te weten, ben ik nu goed bezig of niet, want je moet dat aanvoelen. Hey, wanneer zijn nu verkeerd bezig? Juist, hey, op duur weet het niet meer. Hè. Over het laatst, mijn vrouw zei tegen mij, Arnoud, ik vind dat wij niet intiem genoeg niet meer zijn. Wij knuffelen niet genoeg. Jij raakt mij niet meer aan. Ik had dat begrepen. En tegen de avond zie ik haar voor mij de trap oplopen en haar achterwerk draait zo schoon van links naar rechts. En ik zeg, aanraken. Wel, ik pak haar achterwerk vast. En ze draait daarom en ze zegt, ik zou wel willen dat je mij respecteert, Arnoud. Nu, ik hoor hier al mannen denken van, ja, maar Arnoud, jij zegt jij bezig, hé, van die curve, van en je moet getrouwd zijn en kinderen, maar ik ben niet getrouwd, ik heb geen kinderen. Geldt die curve ook voor mij? Ja. En hoe kan ik nu weten waar ik mij bevind op die curve? Hoe kun je dat nu weten? Wel, dat kunt je weten aan de hoek beta. En de hoek beta is de hoek die haar wenkbrauwen maken als ze haar kwaad maakt. Er zijn mensen dat dat niet goed begrijpen, dus ik heb dat hier nog een keer. Dus je ziet hier, dat is het begin van de relatie en dat is meer naar het einde toe. Dat staat bijna. Dat is gelijk als ze zeggen een vieze toot. H plus K, getrouwd met kinderen. Voor de volledigheid moet ik ook toevoegen, er zijn ook exemplaren die zo geboren zijn. Maar goed, ja. Mijn theorie klopt niet volledig. Oh. Maar ik ben nog niet uitgepraat over de hoek beta. Hè. Want die hoek van haar wenkbrauwen is omgekeerd evenredig met zijn wenkbrauwen. Want hoe kwaader dat zij is, hoe minder dat hij van iets weet. En pas op, want dat is hier dus een regelsysteem met een versterkende terugkoppeling. Hè? Want hoe kwaader dat zij is, hoe minder dat hij van iets weet. En hoe minder dat hij van iets weet, hoe kwaader dat zij is. Je geraakt daar niet uit, hè. Nu, dat is de verkeertoelcurve van de man. Dan stelt zich de vraag natuurlijk, bestaat er een soortgelijke curve voor de vrouw? Een variante misschien, misschien niet hetzelfde? Ja. En ik heb die hier weergegeven. En je ziet die curve, die stijgt in de tijd. Dat is hier de horizontale as de tijd. En op de verticale as staat niet meer VD van verkeerd doen, maar GH van gelijk hebben. En er is iets interessants aan die curve, want er is hier een zone waarin dat ze altijd gelijk heeft. Dan stelt zich de vraag, vanaf welk moment bevindt ze zich in die zone? We gaan dat eens van naderbij bekijken. Je hebt hier het punt H, het huwelijk, het is niet daar. Het is dit punt, het punt H plus 1. Dat is de dag na uw huwelijk. Maar ik moet toegeven, ik ben daar straks een beetje snel gegaan. Ik heb gezegd, een emotie bij de vrouw resulteert in een activiteit bij de man. Maar hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Hè? Wat is het proces daarachter? Hè, bijvoorbeeld moest ik vragen aan alle mannen hier, wie van de mannen vindt zijn vrouw een gendarme? Ja, oh. Ik begrijp die reactie. Ik begrijp deze reactie. Want eigenlijk, een vrouw die gaat haast nooit een direct bevel geven. Ze gaat dan u dat laten verstaan. Ze laat u dat aanvoelen. Wel, en ik heb hier drie methodes
klassieke methodes die ze gebruiken. Ze werken altijd. Ik zal bijvoorbeeld... De eerste methode, dat is de methode van de verpersoonlijkte vaststelling gecombineerd met een inverse vraag. Ik heb de indruk dat ik dat hier moet uitleggen aan jullie. Maar... Hoe gaat dat in zijn werk? Bijvoorbeeld, ik loop rond in de woonkamer. En ik denk aan niks. Ik ben dus perfect gelukkig. En plots hoor ik mijn vrouw zeggen... De vuilbak stroomt over. En ik denk, dat kan. Voor mij is dat een vaststelling. Hè. De auto heeft 4 wielen, dat is ook een vaststelling. Hè. Ik ben geen betrokken partij. Maar dan voegt ze 1 woordje toe dat eigenlijk de situatie volledig verandert. Ze zegt eigenlijk, de vuilbak stroomt over... Arnoud. En ik weet dan, ik ga iets moeten doen. Maar wat? En dan helpt ze mij met een inverse vraag waar dat mijn brein eigenlijk niet tegen kan. Dat kan daar niet mee om. Ze zegt eigenlijk, zou je een keer niet willen de vuilbak buiten zetten? Wat moet het daarop antwoorden? Ja, ik zou een keer niet willen. En versta, dat is zo subtiel, hè? Zo subtiel. Een keer, zou je een keer, ooit eens, sporadisch, versta vanaf nu elke dinsdagavond voor de rest van je leven. Maar die methode werkt perfect, hoor. De volgende methode werkt ook perfect. Dat is een ongelooflijk... Dat is de methode van de onpersoonlijke vraag. Gecombineerd met 1 woordje. Hoe gaat dat in zijn werk? Dat werkt perfect op een onverwacht moment. Bijvoorbeeld, ik kom van mijn werk. Ik doe de deur open en mijn vrouw zegt... Heeft er iemand al de brievenbus leeggemaakt? Oh, wie zou dat kunnen zijn? Arnoud... Dames, onthoud goed, altijd de voornaam toevoegen achteraan aan die vraag. Mijn vrouw heeft ooit gezegd, wie heeft er iemand al de brievenbus leeggemaakt? Ik was al bij mijn buurman. Zeg, mijn vrouw vraagt wie dat er rond brievenbus heeft leeggemaakt. Nee, zegt hij, maar heb jij soms onze keukenvloer gedweild? En de laatste methode die ik graag nog meegeef, is de methode van het creëren van verwachtingen. En een uitdaging. Wij mannen, wij willen uitgedaagd worden. En bijvoorbeeld, ik sta door het raam te kijken, perfect gelukkig. En toevallig of niet, voel ik 2 borsten over mijn rug glijden. En ik hoor mijn vrouw fluisteren in mijn oor. Arnoud, zou jij... beneden in de kelder een dikke komkommer kunnen aanhalen. Oeh. Tuurlijk kan ik dat. Er staat mij iets te wachten. Wat? Een vegetarische groentetaart. Godverdomme. Nu, hierbij aansluitend. Ik heb ontdekt dat mijn vrouw in de toekomst kan kijken. Echt. Ik begin dat te vermoeden. Volgens mij kan die in de toekomst kijken, die kan voorspellingen doen. Bijvoorbeeld, deze week nog, zei ze tegen mijn zoon, Louietje, ga jij maar boven spelen. Papa gaat straks de keuken opruimen. Hoe weet hij dat? Nu, ik krijg soms de opmerking van Arnoud, je bent zo heel tijd bezig over die vrouwen,
over hun gevoelens, over hun zwakheden. En altijd zo negatief en realistisch. Kunt het een keer niet hebben over de zwakheden van de man? Kunt het een keer niet hebben over de zwakke momenten van de man? Wel, ik heb erover nagedacht, maar ik heb er geen gevonden. Zegt hij, die gozer, wat heb u zoal aan condooms in de schappen liggen? Hij zegt, één minuutje meneer. Ik zeg, ja hoor, dat is mijn merk, ja.